Hallo en welkom bij de videotutorial Joomla Content Editor. En deze gaat over een link maken van een afbeelding naar een andere pagina, naar een andere site of een pop-up ervan maken. Oké, nou we kijken hier naar het overzicht van onze videotutorials en we zien dat we bezig zijn met deze videotutorial. Prachtig mooi. Ik ga even inloggen op de site. Zo. En dan kom ik weer uit op de home en dan zie ik dat ik heb lopen stuntelen met wat teksten. En ik zie dat ik hier een afbeelding heb toegevoegd inderdaad. En we gaan met deze afbeelding werken. Of een andere afbeelding. We gaan gewoon wel toevoegen aan deze pagina. Oké, nou dan krijgen we het onderhoudsmenu. Dan ben ik ingelogd. Ik heb even de teksteditor een beetje aangepast. Oké, nou die ga ik iets langer maken. Dan kan ik het goed zien. En ik maak hier even een pagina, eventjes een stukje een gedeelte ruimte. En hier ga ik een afbeelding invoegen. Afbeelding invoegen. Dan krijg ik de Image Manager. Die wordt in een andere videotutorial uitgebreid besproken. Ik kies een afbeelding. Deze bijvoorbeeld. Ik zeg tegen de afbeelding 400 pixels breed is mij voldoende. En ik voeg hem in. Nou, daar staat hij. Mooi, netjes tussen de tekst. Ik wil eigenlijk ook dat de tekst er eventjes mooi omheen loopt. Dat vind ik altijd er wel goed uitzien. En ik wil dan ook dat er aan de rechterkant 10 pixels en aan de bodem 10 pixels tekst omlopen is. Zo, nou, dan hebben we dat gedaan. Om dat eventjes goed te laten zien, kopieer ik nog wat tekst. En maken we nog wat de returns. Nou, daar staat de afbeelding. Nou, wat we willen bereiken is dat deze afbeelding gaat fungeren als een link. Nou, dat is niet ingewikkeld. We klikken weer de afbeelding aan en vervolgens even kijken, klikken we op het ankertje Insert Edit Link, net zoals dat we een tekstlink aanmaken. Vanuit hier kunnen we dus browsen naar andere plaatjes. Dan kunnen we dus zeggen, oké, selecteer dit plaatje. En dat is dan ook de afbeelding waar naartoe gelinkt wordt. Dat is eigenlijk zonde, want die kunnen we het beste heel mooi laten oppoppen in een nieuw venstertje, een dimmed layer. En dat kan prima met de methode pop-ups, JCE MediaBox pop-ups. Dat ziet er hartstikke goed uit. En het enige wat ik daar verder nog uitzet is de pop-up icon. Ik hoef geen icon te zien over mijn plaatje om te weten dat ik erop kan klikken. Even kijken. Nou, verder geloof ik dat we niets hoeven in te voeren. We kunnen de dimensions, dus het formaat, nog invoeren. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurt als we dit opslaan en op het plaatje klikken. Nou, we krijgen netjes dus de pop-up. En we krijgen dus inderdaad een uitvergroting, alleen geen uitvergroting van het beeld wat we gekozen hebben. Dus we gaan eens kijken wat we verkeerd hebben gedaan. Maar dat was wel een mooie dimmed layer style pop-up. We kiezen weer het plaatje. Ik ga eerst even naar de tekstafbeeldingen kijken. Ja, daar staat verder geen rollover of mouse over in. Dus dat gaat goed. Kijk ik weer even wat er met de hitlink aan de hand is. We hebben gekozen voor afbeelding 91. Aha, hier zit de fout. Ik heb een verkeerd plaatje als pop-up. Maar daarmee kunnen we wel meteen aangeven dat de afbeelding niet per se een uitvergroting van zichzelf hoeft te laten zien. Maar ook een ander plaatje kan laten uitvergroten. Dit is het plaatje wat ik toch nodig heb. Ik zie aan de regel dat hij hem niet gepakt heeft, want het was afbeelding 71, dia, die wil ik daar. Staat daar netjes in de URL, de pop-up is onveranderd. Maar hier zou ik dus ook, als het goed is, dimensions in kunnen voeren. En we gaan eens even kijken wat er gebeurt als ik 400 bij 300 invoer. Nou, heel netjes. Hij houdt de breedte hoogteverhouding wel aan, maar hij toont hem dus inderdaad in een pop-up, netjes in dat kleine formaat. Maar ik wil eigenlijk het originele formaat wil ik zien. En dat bereiken we volgens mij door die weg te halen. Nou, er zitten nog meer functies in zoals auto pop-up, single en hide pop-up link. Nou, dat is weer geavanceerd. Dus daar gaan we in deze tutorial niet verder op in.
Nou, daar komt de originele formaat van de foto tevoorschijn. En dat ziet er goed uit. Nou, even kijken. Dan gaan we nog even laten zien dat we ook bijvoorbeeld een YouTube filmpje kunnen aanroepen met de link. Oké, we voegen weer een link in. Hij vraagt om een URL. Nou, die URL, dat is gewoon de URL van het YouTube of Vimeo filmpje wat u heeft gevonden. Laten we zeggen een leuke clip. En dan is dit de link. Zo. Die link, die voeren we dus weer in de URL. Verder hebben we de pop-up nog aanstaan. Even kijken. Die houden we aan. En hier moeten we alleen even ingeven wat dat mediatype een Flash YouTube Vimeo filmpje is. En nu fungeert het plaatje als een link naar een video die heel netjes in een mooie dimmed layer style pop-up tevoorschijn komt. Voilà. Dus dat ziet er netjes uit. Nou, andere mogelijkheden die kunt u zelf ook wel bedenken, geloof ik. Dit is de basis van hoe maak ik een link van een plaatje. Hoe open ik daarmee een pop-up van een plaatje of een video. Of hoe verwijs ik eventueel gewoon naar een externe site. Oké, bedankt voor uw aandacht.